Hallo iedereen. De Azure is een beetje achtergebleven met de andere video's. Ik heb trouwens nog een video klaarstaan waar een volledig project op staat. Maar vandaag gaan we ons daar niet over bekommeren. We gaan uiltjes breien. De uiltjes van Maria. En Maria kreeg enorm veel verzoek voor die steek. En ik heb voorgesteld aan Maria om er een video over te maken. Het is makkelijker dan de uitleg te lezen. En dan moet Maria haar er niet mee bezighouden als ze geen tijd heeft. Oké, dus we gaan deze steek, de uiltjes gaan we breien. Ik heb een stuk gebreid, want anders zou het veel te lang duren. We zetten een aantal steken op, deelbaar door 6 plus 5. In mijn geval, ik heb 23 steken opgezet. Daarbij behoren 2 kantsteken, die zijn er reeds in berekend. Dus we beginnen aan de averechtse kant, is ons eerste rij, een kantsteek, 3 rechts, 3 averechts, 3 rechts, 3 averechts, 3 rechts, 3 averechts, 3 rechts en een kantsteek. Dus gewoon een boordsteek, 3, 3. We draaien om. Dat is onze goede kant van ons werk. In totaal breien we 7 rijen. En nu gaan we dus verder met onze patroon. We breien onze kantsteek. We breien onze 3 eerste vaste. We leggen onze draad achteraan. We leggen onze draad rond onze naald terug naar voren. We doen een dubbele overhaling. We halen 1 steek af. We breien 2 steken samen. En we halen de afgehaalde steek over de samengebreide. We leggen onze draad vooraan en we gaan nog een keer rond onze naald. En dan breien we 3 averechts. Dus we doen even 2 omslagen. We leggen onze draad achteraan, we leggen hem rond onze naald. 1 afgehaald. 2 samen. De afgehaalde overhalen. Draad vooraan, rond de naald. Dus de omslag doen. 3 averechts. Draad achteraan. Rond de naald, 1 afgehaald, 2 samen, afgehaalde, overhalen, draad vooraan, rond de naald, onze omslag en 3 averechts. Dus dit zijn de 8 steken van onze patroon. We draaien om. De volgende rij gaan we de steken dus wisselen. We breien 1 rechts. En op onze rechts, boven onze rechts, breien we nu 3 averechts. We breien 3 rechts, dus onze eerste omslag, onze steek en onze tweede omslag. En dan breien we 3 averechts. Drie rechts, dus de omslag, de steek en de omslag.
3 aanvraagt. Drie rechts. En ons kan steken. En zo ziet u, hebben we dit al. Ik ga nog één rij doen om te tonen, want we gaan nu dus, inclusief deze rij die we net gebreid hebben, gaan we 7 rijen doen opnieuw. Oké, dus dat doen we dus elke keer. We breien vanaf onze opzet 7 rijen. Wel erop letten dat onze eerste rij aan de achterkant, aan de averechtse kant gebreid wordt van onze steekverdeling. Anders gaat het niet kloppen. Ofwel moest u nu een fout maken dat u hier begint, dan doet u 6 rijen voor u de steken kruist. Dus hier gaan we dus na 7 rijen opnieuw deze overhaling breien boven onze rechtse steken en onze omslagen. En dan vervolgens gaan we weer verder op de manier waarop dat we opgezet hebben. Dus averechts, rechts, averechts, rechts, averechts, rechts, averechts. En zo verspringen de uiltjes elke keer. En het is eigenlijk een eenvoudig patroon. Wat wel heel mooi uitvalt. Dus veel plezier met het oefenen. Als je hebt vragen, je weet mij te vinden. En tot de volgende keer.